de 38-uurweek flexibeler maken. Het is een van de dingen waarmee de regering wil bewijzen dat ze niet alleen beknibbelt, maar ook hervormt. En toch is er ook veel kritiek daarover, heb ik. Peter Mertens, voorzitter van PvdA, en Gwendolien Rutten, voorzitter van Open VLD. Mevrouw Rutten, goedemiddag. Hoe evalueert u het begrotingswerk? Wel, een goede begroting is heel belangrijk. Daarom ook dat de begrotingscontrole zeer ernstig is verlopen. En wat ik er positief aan vind, is dat men de kans heeft genomen om ons land ook sterker te maken voor de toekomst. Met goede hervormingen op de arbeidsmarkt. Hervormingen eigenlijk toekomst die ervoor moeten zorgen dat het ook de komende jaren beter gaat. Ja, meneer Mertens, ik ben altijd bereid om het te laten verrassen, maar ik denk dat u het er niet mee eens bent. Nee, ik vind dat er een zekere surrealisme in het begrotingsdebat zit. Namelijk, je hebt diezelfde week de Panama Papers en de straffeloosheid van die 1%. En langs de andere kant krijg je maatregelen om gepensioneerden hun pensioen te doen verminderen. €140 per maand voor een leerkracht. En krijg je heel dat debat rond superflexibel werk. En mensen vinden hun toekomst daar niet in. Als ik kijk naar de annualisering van de arbeidstijd, als ik kijk naar de nulurencontracten, als ik kijk naar het feit dat bij deeltijdswerk je maar je uurrooster 48 of 24 uur op voorhand krijgt, dan moet je maar eens proberen een gezinsleven uit te bouwen, met je kinderen naar de tandartsenafspraak te maken en zo verder. Dus het is een draaimolen en steeds meer mensen gaan van die draaimolen, die superflexibele draaimolen, vliegen. En het resultaat is gekend. We gaan meer burn-outs krijgen, meer langdurig zieken en perverse van dat systeem is, denk ik dan, nadien gaan die mensen die dan langdurig ziek zijn ook nog eens opgejaagd worden om op straffen van een sanctie dat eerst niet was aangekondigd toch terug naar het werk te worden geleid, in plaats van echt nieuwe stabiele banen te creëren. Dus ik vind het heel surrealistisch wat dit weekend gebeurd is. Eerlijk. Ja, maar het is dan ook heel veel nonsens wat u vertelt in hele korte tijd, allemaal samen. Kijk, wat de regering probeert te doen en wat wij als liberalen absoluut willen, is dat je precies mensen zelf wat meer vrijheid geeft, dat je dat in onderling overleg werknemer-werkgever beter kan regelen. En wat wij doen, is die flexibiliteit geven, precies om ervoor te kunnen zorgen dat als je bijvoorbeeld kinderen hebt en die kinderen hebben examens en je wil daar graag wat meer bij thuis zijn, dat je daar ook bij kan thuis zijn en dat je dat compenseert door op een ander moment bijvoorbeeld wat langer te werken. En dat is een hele filosofie die ook gepaard gaat met maatregelen om ervoor te zorgen dat het werk dat we allemaal doen, en ik vind werken, meneer Mertens, iets positiefs, dat je dat ook op een goede manier kan combineren met je gezin. Daarom breiden we bijvoorbeeld ook opnieuw tijdkrediet uit. Daarom maken we het mogelijk om werkuren te laten glijden, zoals dat heet. En zorgen we ook een stukje voor telewerk, want dat is ook de nieuwe tijd die dat allemaal mogelijk maakt. Dus ik bekijk dit vanuit het individu, vanuit elke mens die zelf op maat zijn eigen leven een beetje wil regelen. En deze akkoorden die zijn een hele grote stap in de goede richting. Ja. Maar dat lijkt me een beetje een sprookjes van Grimm, want als u eens op het terrein zou komen, en dan zou u weten dat in heel veel gevallen het aanvragen van verlof in de zomer, het aanvragen van de vrije tijd, dat uiteindelijk toch nog afhangt van de baas, van de patroon. Ja, en dus, die individuele keuze die u zo naar voren schuift, die gaat in de feiten leiden tot de willekeur van sommige sectoren of sommige bedrijven waar het wel kan, maar in de meerderheid van de bedrijven niet. En dat betekent dat de individuele keuze van de mensen net beknopt zal worden. Want wij hadden in de 19e eeuw een systeem van geleidende werkweken. In de 20e eeuw, na heel veel sociale strijd, zijn we naar vaste werkweken gegaan. In mijn ogen is de modernisering, waar ik heel grote voorstander van ben, is die modernisering een eeuw waar we naar een werktijdverkorting zouwen moeten gaan en naar een 30-urenweek zouden moeten gaan. Eerst toch even rechtzetten. Als u over het terrein spreekt, dan weet u dat dit in een heel aantal sectoren vandaag al de realiteit is. Hè. Ja, in de textielsector bijvoorbeeld is dit al de realiteit. En de langdurige ziekte. U jaagt mensen schrik aan, terwijl wij hier vertrekken vanuit een individu. Niet, hoor. Nee, gelukkig maar. En daarom vertrekken wij vanuit een individu en zorgen wij ervoor dat iedereen een beetje meer vrijheid krijgt. En dan wil ik ook repliceren op dat voorstel wat u doet om iedereen verplicht naar een 30-urenweek te laten gaan. Kijk, daar zit nu het grote verschil tussen ons twee. U wil iedereen verplichten. Ik geloof, we zijn trouwens de 21e eeuw, dat iedereen maatwerk nodig heeft. En één persoon zal misschien halftijds willen werken en dat willen combineren met iets anders. Iemand anders die wil misschien wel graag meer dan 38 uur werken. Kijk, laat die keuzevrijheid toe. Zorg ervoor dat iedereen op maat met wat hij zelf kan en wat hij zelf wil, zijn leven in eigen handen kan nemen, in plaats van verplicht en collectief, zoals u dat voorstelt,
iedereen eigenlijk op arbeidsvermindering te zetten. Dat lijkt mij echt een oplossing, zoals u zegt, van de 19e eeuw. In de 21e eeuw hebben we twee belangrijke elementen waar ik grote voorstander van ben. Je hebt de productiviteitswinsten, die zijn enorm groot. En je hebt een fantastische technologische vooruitgang. Dat is een heel knap iets, de digitale revolutie. En daarmee kan je dan twee wegen op. Ofwel ga je die technologische vooruitgang en de productiviteitswinsten gebruiken om naar een andere manier naar arbeid te kijken en dus de beschikbare arbeid te herverdelen, zoals bijvoorbeeld in Zweden gebeurt. Niet alleen in de zorgsector, maar ook zijn er een aantal experimenten in de private sector. Ofwel ga je naar een hyperflexibele loopbaan met 45 uren weken, met 9 uren, met 9 uren dagen die mogelijk worden. Ook dat klopt niet, hoor. Meneer Mertens, we moeten natuurlijk ook internationaal concurreren met heel de wereld, zelfs met China. Ze lachen zich daar een bult, hè? Met een 30-uur-week. Nee, waar ik naar kijk, is bijvoorbeeld in Zweden, die concurrentieel zijn, is dat men die 30-uur-week invoert. Ja. En wat blijkt? Dat de productiviteit stijgt voor mensen die iets minder werken, dat het gezinsleven omhoog gaat, dus de kwaliteit van het leven gaat omhoog. En in de zorgsector gaat ook de kwaliteit van de zorgverlening enorm naar boven. Dus het is een win-win situatie op de verschillende vlakken, terwijl dat je met flexibilisering net het tegendeel gaat bereiken, namelijk meer burn-outs en namelijk meer uitval uit die arbeidsmarkt. Meneer Pauwels, misschien eerst. Ik denk niet dat het onze bedoeling moet zijn om te concurreren met de arbeidsvoorwaarden in China. Laat ze in China maar in onze richting komen in plaats van dat wij achteruit moeten gaan. Dat gezegd zijnde, klopt het natuurlijk niet, meneer Mertens, dat je iedereen collectief allemaal moet verplichten om naar die 30-urenweek te gaan. Het kan best zijn dat er plaatsen zijn waar dat werkt. Het kan best zijn dat er oplossingen zijn waar dat een goede zaak zou zijn. Maar het kan evengoed zijn dat er andere mensen zijn die dat liever niet willen en die liever wat meer willen werken. En dat betekent vrijheid. Ik weet dat u het soms wat moeilijk hebt met dat begrip, maar dat laat je best toe in deze moderne tijd. En dan kiezen mensen zelf. En wat zien we deze week in de cijfers? 4/5 werken is hoe langer, hoe meer de norm. Hè? En wat doen mensen met de vrijgekomen tijd als ze 4/5 gaan werken? Wel, ze werken bij, ze beginnen zelfstandig. Ze willen zelf eens proberen wat het is om een eigen zaak te starten. Kijk, als liberaal vind ik dat een hele goede zaak. Dan kan je proberen om maar, mevrouw zelf Rutten, te beginnen zonder... Over liberalen gesproken. U bent voorstander van flexijobs. Hè? De vakbonden, en met name ook de liberale vakbond, vreest dat die flexijobs gewone banen zullen vernietigen. Want waarom zou je nog iemand in dienst nemen als het ook kan met goedkope bijklussers? Wel, wat flexijobs doen, is ervoor zorgen dat we een stuk het zwart werk wit maken. Laat ons eerlijk zijn. Flexijobs werken, die zijn er in de horeca. Ja? Horeca is een hele specifieke sector die arbeidskrachten nodig heeft op momenten dat je het niet op voorhand netjes volgens de regels kan bepalen. Want we weten tot nader order nog altijd niet wanneer de zon gaat schijnen en wanneer de terrassen gaan volzitten. Dus daar moet je per definitie flexibel kunnen werken. Dat kan je nu eenmaal niet op voorhand voorspellen. Nu gebeurt dat heel vaak in het zwart. En ik denk dat het een goede zaak is, zowel voor de mensen die er werken als voor de samenleving in zijn geheel, dat dat nu kan op een legale manier. Netto is maar gelijk aan alle sectoren. Voor alle sectoren. En volgens mij is dat een compleet oudbollig, voorbijgestreefd idee. Namelijk dus die individualisering van de werktijd katapulteert ons terug in de tijd. En als het u over vrijheid hebt, ik hoor het u graag zeggen, maar bijvoorbeeld rond die flexijobs, deeltijdse arbeid. Ik weet niet of dat u zich dat kan inbeelden, dat je pas 24 uur op voorhand de werkrooster gaat krijgen. Dan kan je niet meer plannen, dan kan je niet meer een sociaal leven uitbouwen, dan kan je niet meer plannen of dat je kind van school kunt halen of niet. Dus die vrijheid is helemaal verdwenen in dat systeem. En meer fundamenteel, in heel Europa zitten wij op een keerpunt in onze relatie tot arbeid. En ofwel gaan wij bestaande jobs in 2-3 kappen en dan zegt deze regering, kijk, we doen aan werkcreatie. 30.000 nieuwe jobs, waarvan de helft tijdelijke. In de VS heeft men bestaande jobs zelfs in 4 deeltijdse jobs opgekapt. Ik zeg, dat is geen toekomstmodel. Dat is een zeer voorbijgestreefd, oudbollig model. Wij moeten durven investeren in nieuwe, stabiele banen. Wij moeten kapitaal durven activeren dat nu naar Panama loopt om in zorgsector, om in het onderwijs, om in de spoorwegen te investeren en nieuwe, stabiele banen te brengen. Ja. En toekomst te geven aan de kinderen. De Want de hamburgertoekomst, de hamburgerjobstoekomst, hamburgerjobstoekomst is geen toekomst, denk ik, voor jeugd. Ja, de flexijobs zijn gewoon een succes. Hè. We hebben het begin december ingevoerd. Ondertussen zijn er al meer dan 10.000 van die flexijobs gecreëerd. Kijk, we hebben allemaal grote drama's op het moment dat Fort Genk toegaat. We staan allemaal met verbijstering te kijken wanneer er een bedrijf sluit, hoeveel banen er verloren gaat. Hier zijn er op enkele maanden tijd 10.000 wettelijke
officiële arbeidsplaatsen gecreëerd, wel dan zeg ik, dit is een goed recept. Dit is alleen voor wie daarin wil werken. Hè. Meneer Mertens, mensen willen soms ook graag een cent bijverdienen. Mensen willen ook graag sparen voor iets extra. En dat kan met deze flexibiliteit. Maar ik heb meneer Mertens ook horen zeggen, we moeten ook investeren in volwaardige banen. Daar hebben we geld voor nodig. U bent natuurlijk de partij die niet graag belast. We zitten in een heel moeilijke begrotingstoestand. Ook de komende jaren gaan we dat volhouden om de belastingen niet te laten stijgen? Wel, we zitten in het meest belaste land ter wereld. Er is weinig of niks waar je in dit land niet op belast wordt. En natuurlijk, ook dat zal u misschien verbazen, je hebt belastingen nodig, hè, om een goed onderwijs te verzekeren, om onze weginfrastructuur te verzorgen, om de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, waar Maggie de Blok heel hard aan werkt om die te garanderen voor mensen. Maar wat niet de oplossing kan zijn in een land waar je al voor meer dan 50% van het bbp belast wordt, ja, dat je daar de kraan van inkomsten elke keer opnieuw opendraait. Nee, maar wij vinden dat het anders kan. Een stukje efficiënter op alle terreinen en een stukje moderner ook. Ja. Hoe wil u het dan betalen? Twee puntjes. Ik hoor mevrouw Rutte graag zeggen dat men de belastingdruk niet gaat verhogen. Maar ik lees een rapport van de Nationale Bank waarin staat dat wij een van de grootste inflatiecijfers van Europa hebben. En dat dat onder meer komt omdat 3/4 van die indexsprong opgegeten is door de taxverhogingen, zoals de btw-verhoging op elektriciteit. Voor de btw-verhoging van de elektriciteit, zoals de turteltax die eraan komt, zoals de suikertax, zoals een hele rits gemeentelijke taxen. En het gaat er natuurlijk over welke kraan dat je wilt opendraaien. Want ofwel blijf je die kraan van de gewone werknemers, van de langdurig zieken en van de gepensioneerden opendraaien. En dat is helemaal geen modern idee. Ik zal u uitleggen ofwel, wat wij doen. Nee, ofwel, en dat is mijn slotpunt daarover, ofwel durft u ook kijken wat er in Panama gebeurt. Want dit is nu het vierde schandaal op rij. Je hebt offshore leaks gehad, je hebt Lux leaks gehad, je hebt Swiss leaks gehad, nu Panama Papers gehad. En toch gaat men kijken naar de gepensioneerden en de langdurig zieken. Nee, dat is onzin. Ja, in de als u het mij laat zeggen, zal ik het u uitleggen. Kijk, wij hebben de voorbije 4 jaar de belastingen op kapitaal, roerende voorheffing, u wel bekend, verdubbeld. U hoort wat ik zeg, hè? We zijn van 15% roerende voorheffing naar 27% roerende voorheffing gegaan. En in ontvangsten is dat cijfer verdubbeld. Ik neem aan dat u daarvan droomt, hè? Dus kom mij niet zeggen dat we daar niks aan doen. Twee, ik vind die Panama Papers, knapwerk van de journalisten en eigenlijk een schandaal en een kaakslag in het gezicht van al wie hard werkt en al wie hier fair belastingen betaalt. U zit 17 jaar in de regering. En dus zijn wij, zijn wij de voorbije 10 jaar, langzaam maar zeker, heel dat net aan het sluiten. Want weet u, dat doe je niet alleen hier in België, dat doe je internationaal en dat doe je in gans de wereld. We hebben een aangifteplicht ingevoerd waarin men buitenlandse constructies moet melden en nu is er ook een Caymantax vermeld naar die belasting. Belastingparadijzen met tanden die kan bijten. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van fiscale experten die normaal gezien de mensen met zoveel centen adviseren. Dus wij doen dat wel degelijk. Ik ben verbijsterd daarover, want de dag dat de Panama Papers uitkwamen, is deze regering in beroep gegaan tegen de beslissing van Europa om die 942 miljoen euro voordelen voor bedrijven. Het gaat over 942 miljoen onechte staatssteun, waar Europa een veroordeling over uitspreekt, op een gouden schaaltje aanbiedt. En deze regering zegt nee. Twee, de afkoopsom, de afkoopwet, daar gebeurt niets aan. Ik heb gelezen dat het fortuin van de heer Chaudieff ook in Panama zit. Dezelfde heer Chaudieff die heeft onder meer door de afkoopwet een aantal jaren geleden 21 miljoen een blanco register. Zijn allemaal dingen op één hoop gegooid. Eerst en vooral wat betreft die excessive profit rulings, dat kan naar de toekomst niet meer. Dat signaal van Europa is duidelijk en dat zullen wij ook doen. Maar je moet niet naar het verleden. Net zoals je dat niet doet aan verworven rechten van mensen, doe je ook niet aan bedrijven die hier mensen te werk stellen, retroactief gelden gaan terugvorderen. Ja. Als dat hier gaat. Wat ik toch wil zeggen is, wat is het beleid toekomst van de regering? Wij verlagen de belastingen voor mensen die werken. De personenbelasting die gaat omlaag. Mensen houden netto meer over. De loonkosten die gaan omlaag. Sinds 1 april heeft Maggie de Blok een loonkostverlaging doorgevoerd. Dat is de richting die we moeten uitgaan. Lagere belastingen. En aan de andere kant, wie fraudeert en wie niet volgens de regels speelt, die pakken we. En dat lijkt me een goede logica. Fraude bestraffen. U zegt het zelf, we sluiten steeds meer het net. Ja. In dat kader, wat is er eigenlijk tegen
tegen een vermogenskadaster dat de fiscus, niet iedereen, maar de fiscus zou weten wat ik bezit? Wel, om te beginnen, als je daarmee moet beginnen met zo'n oefening, dan zijn we een paar jaar verder. Hè. Daar heb je op dit moment helemaal niks aan. En wat ik vind als principe is dat je aan de uitgavenkant moet gaan kijken en niet onmiddellijk moet gaan kijken naar vermogens. Want weet u, meneer Pauwels, wat het probleem is met dat soort oefeningen? Men begint bij de superrijken en daar valt iets voor te zeggen, maar men eindigt altijd bij mensen die hard gewerkt hebben en gespaard hebben en zelf een klein vermogen heel hebben kort, opgebouwd. Heel kort, want de tijd is op, meneer Mertens. Fantastisch, want de redenering wordt nu omgedraaid. Het antwoord is dus, we beginnen met de hardwerkende Vlamingen, we beginnen met de gepensioneerden, want aan de rijken kunnen we toch niet. Als men in 2004 dat vermogenskadaster had ingevoerd, dan hadden we nu een oplossing gehad. Rutten, heel kort, onze tijd is op. Ja, wat de richting moet zijn, is minder belastingen voor mensen die werken en die gewerkt hebben. En voor de rest fraude bestrijden. Daar vindt men in mijn partner. Oké, ik heb denk ik de standpunten heel duidelijk gehoord. Mevrouw Rutte, meneer Mertens, bedankt voor het gesprek.